De vraag hoe kunnen we winnen, komt misschien wat vreemd of megalomaan over. Zeker als je kijkt naar dat links op heel veel fronten in het defensief zit en dat we de strijd om ongecontroleerde klimaatverandering te stoppen aan het verliezen zijn. Dus waarom het hebben over hoe we kunnen winnen? Nou, we denken omdat het een hele essentiële vraag is, omdat het gaat over wat voor strategie hebben we nodig om de wereld te veranderen. En over een andere wereld dromen heel veel mensen met ons. Een einde aan racisme, klimaatcrisis stoppen. Niet meer alles doen omdat het om winst en geld draait. En er gewoon voor zorgen dat iedereen op de wereld een menselijk leven kan leiden. En onder dat hele algemene doel wordt vaak gevat onder de noodzaak voor systeemverandering. System change, not climate change. Maar de grote vraag waar het weinig over gaat is, wat verstaan we onder die systeemverandering? En vooral ook van hoe komen we daar? En dat debat wordt in Nederland heel erg weinig gevoerd. Discussies gaan veel over standpunten, analyses, over activiteiten, maar heel weinig over hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En zeker niet in een langetermijn perspectief. Er zijn natuurlijk wel organisaties die dat hebben, zo'n strategie, maar er niet heel erg open over zijn of daar met anderen debat over voeren. En achter eigenlijk alles wat activisten doen, met een petitie werken of de straat op gaan, pleidooien voor gedragsverandering, overal zit een aanname achter van hoe de wereld daardoor zou kunnen veranderen. Als je genoeg handtekeningen verzamelt, dan luistert een regering wel. Of als we actie voeren tegen bedrijven, dan veranderen ze hun gedrag omdat ze bang zijn voor PR-schade of reputatieschade. Nou, niet al deze aannames snijden hout. De een is beter dan de ander en we hebben gewoon niet de luxe om maar te doen alsof alle beetjes helpen. En daar gaat de discussie vandaag over. Wat voor strategie hebben we nodig? Ik wil in deze inleiding kijken naar wat een beetje de verschillende strategische visies zijn binnen sociale bewegingen in Nederland. Ik kom op 4. Dat is helemaal niet zo dat dat allemaal heel netjes afgebakend is voor organisaties en individuen. Er zijn tussenposities, er is overlap, er is vaagheid. Maar voor wat helderheid wil ik ze wel, zeg maar, afgebakend benoemen. Ook hoe ze ook, zeg maar, zich tot elkaar verhouden en wat voor conclusies we eruit kunnen trekken. Die 4 strategische visies zijn 1. Verbeteringen binnen het systeem nastreven, wordt ook wel reformisme genoemd. 2. Militante directe acties door individuen. 3. Verandering door people power, dus massabewegingen. En als laatste verandering door revolutie, want kapitalisme is het probleem. Om bij de eerste te beginnen, binnen het systeem werken. Nou, dit is natuurlijk de dominante positie, het meest in lijn met de heersende ideologie. Het gaat om het nastreven wat, zeg maar, de nauwe bandbreedte van wat politiek haalbaar is. En het is heel gericht op het parlement, op de Tweede Kamer, dat acties lobby ondersteunen, rechtszaken. En deze positie wordt ondersteund door alle mainstream politieke partijen, met uitzondering van extreemrechts, de meeste bedrijven, ik denk alle NGO's, of vrijwel alle NGO's. Het heeft echter, als het gaat om het doel van systeemverandering of een andere wereld, en niet alleen maar kleine verbeteringetjes voor elkaar krijgen, als het gaat om systeemverandering, heeft het een groot nadeel, namelijk dat het niet werkt. En om dat uit te leggen, moeten we wat preciezer zijn onder wat we eigenlijk, zeg maar, onder het systeem verstaan. Het heeft een naam, het heet kapitalisme en het heeft een bepaalde dynamiek en manier van werken. Het bestaat trouwens nog maar 400 jaar in een menselijke geschiedenis van 300.000 jaar. Het is een systeem dat wordt voortgedreven door winstbejag en eindeloze accumulatie, eindeloze groei op een begrensde planeet, op een eindige planeet. En het betekent
Maar er valt heel veel te zeggen natuurlijk over hoe dit werkt. Een bebaarde activist heeft er een aantal boeken over geschreven, waar andere meetings over zijn gegaan. Dus ik hou het heel, heel kort hierover. Maar het betekent, of de consequentie is, dat wat we vanuit een menselijk perspectief als heel irrationeel gedrag zouden zien, dat een bedrijf 3M decennia lang PFAS loost in de Westerschelde, of dat veevoerbedrijven soja kopen van de ontboste Amazone, of dat Shell nu weer 750 nieuwe olie- en gasprojecten aan het ontwikkelen is, is vanuit de logica van het kapitalisme, vanuit die bedrijven gezien, rationeel. Dit is wat zij moeten doen in hun concurrentiestrijd met anderen. En ook, zeg maar, op het niveau van statelijke concurrentie, om andere landen te onderdrukken, klein te krijgen, om hun ontwikkeling af te snijden. Het is allemaal rationeel gezien vanuit de logica van dit systeem. Al die eigenaren, al die staten zitten gevangen in die dynamiek. Dus oplossingen, veranderingen binnen het kapitalisme zullen nooit die dynamiek veranderen. Niet de klassenverhoudingen, dat een kleine laag alles bezit en controleert. Niet de dynamiek van concurrentie. Dus die drijfveer van uitbuiting, onderdrukking, uitputting van de aarde blijft bestaan zolang het kapitalisme blijft bestaan. En dus het is eigenlijk niet alleen maar van die strategie voor systeemverandering om het daartoe te beperken, werkt niet. Maar het is denk ik ook zo dat je het risico loopt dat gewone mensen die hier wel mee betrokken raken bij sociale strijd ook vervreemd worden omdat het niet werkt en cynisch kunnen worden of gedesillusioneerd afhaken. Dat over die strategie. Dan kort over die militante directe actie. Het is helemaal geen grote stroming, maar vooral vanwege de populariteit van het boek van Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline, wilde ik hem wel noemen. Dit is de gedachte dat een kleine groep individuen door zelfopoffering delen van het systeem ontwrichten en zo verandering teweeg brengen. Ik heb het dan niet over de massale acties van Code Rood, de kolenoverslagbezetting of van Ende Gelände. Het gaat echt om het idee van kleine groep geheime acties en het ontwrichten en sabotage. Het lijkt in tegenstelling tot dat binnen het systeem werken heel radicaal, maar ik denk eigenlijk dat het er gewoon heel erg mee in lijn ligt en heel erg complementair aan die strategie is. Omdat het er uiteindelijk op gericht is om degene in de macht ertoe te bewegen of toe te dwingen om het juiste te doen. Dus het gaat niet om het afzetten van machthebbers of het veranderen van machtsverhoudingen. Maar het is veel meer voortgedreven, denk ik, uit ongeduld, wat ik ook wel begrijp trouwens, of gewoon niet zien hoe het dan wel kan dat mensen zich hiertoe aangetrokken voelen. Maar ook hier, twee issues mee in ieder geval. Het gaat altijd om een kleine groep namens de massa, zonder dat die daarbij betrokken is. En meer gewelddadige acties of sabotage zijn heel vaak een excuus voor geweld en repressie van de staat. Dan kom ik bij de interessantere strategieën, vind ik zelf in ieder geval. Dat is die van volgende van people power. Van verandering, grote maatschappelijke verandering afdwingen door massamobilisaties. Denk aan de hele grote protestbewegingen tegen de westerse invasie van Irak. De massale Fridays for Future klimaatprotesten in 2019 met aantallen van 300.000 in Duitsland, Canada vergelijkbaar, over de hele wereld. De Black Lives Matter beweging, in de grote in ieder geval in 2020, die het hele debat over racisme heeft veranderd. Dus deze strategie van people power wordt vaak ook door NGO's omarmd of benoemd van dat ze daarvoor zijn. Maar daar is het heel vaak van dat soort mobilisaties ten dienste staan van eigen campagnes en niet het idee is om de beweging op te bouwen vanuit de belangen van die beweging zelf, in plaats van meer een verlengstuk te zijn van eigen campagnes.
En grassroots organisaties zoals Extinction Rebellion hebben wel dit als hoofddoel, namelijk om die bewegingen op te bouwen. En wanneer die tot stand komen, het is niet iets dat je kunt afdwingen door maar gewoon heel veel energie erin te steken, maar met goede timing en aanvoelen van wat er speelt, zijn ze wel op te bouwen, hebben een enorme transformatieve kracht voor de mensen die deelnemen, voor het publieke debat en ook wel op de politiek, want die zijn bang om stemmen te verliezen. Op een negatief voorbeeld is eigenlijk dat die boerenprotesten ook op een bepaalde manier daar gebruik van maakten en heel succesvol in zijn geweest. Goed, burgerlijke ongehoorzaamheid past helemaal binnen deze strategie. Straten overnemen, gebouwen blokkeren, bezettingen, met als achterliggende idee dat de verstoring van de dagelijkse gang van zaken zoveel aandacht trekt, zoveel geld kost, en laat zien hoe ver mensen willen gaan, dat de politiek dan wel in beweging komt. Maar ook hier zijn er ook nadelen aan. Hè? Dus dit, hier zijn we onderdeel van, dit moedigen wij toe als internationale socialisten. Vinden we dat we geen ander belang hebben dan het belang van sociale bewegingen? En zijn we er helemaal onderdeel van? Maar ook hier zit er wel het nadeel van dat het eigenlijk beperkt kan blijven tot concessies afdwingen. Kunnen ook wel grote concessies zijn, maar niet het systeem zelf veranderen. Dat kan wel als massamobilisaties meer in combinatie gaan met stakingen en met algemene stakingen. En dus het alleen maar niet gaat om de ontregeling van de publieke ruimte, maar de ontregeling van het productieproces, delen van de economie. En dus het ook niet alleen maar gaat om politieke macht opbouwen, maar ook economische macht. En op dat moment heersers raken op de plek waar het het meest pijn doet, namelijk hun portemonnee. En dat is een fase ook van massamobilisaties die kan overgaan in een revolutionaire situatie. Dus om die strategie nog wat verder uit te lichten. Wij noemen het de strategie van arbeidersrevolutie, socialistische revolutie, hoe je het maar wilt noemen. Maar het idee daarvan is dat je democratische controle over de economie krijgt. Dus dat door controle van onderop je prioriteiten kunt stellen gezamenlijk van waar gebruiken we de immense productiecapaciteit voor welke prioriteiten, hè? Voor het herstellen van onze relatie met de natuur onder andere, onze leefomgeving. Nou goed, revolutie klinkt misschien als een fantasie. Ook nogmaals bij deze krachtsverhoudingen, dat is helemaal niet gunstig voor. Ik wil er twee tegenargumenten tegen inbrengen. Eén is dat als je gewoon een analyse maakt van waar komen de problemen vandaan, en bij heel veel mensen zeggen maar van macht van het geld en dat soort dingen, kom je erop dat dit systeem dat winst boven mensen en boven planeet stelt het probleem is. Dus het is het logisch doorberedeneren, kom je erop dat revolutie noodzakelijk is. En ik koppel het niet alleen maar het kapitalisme probleem is, maar dat we revolutie moeten hebben. Alleen, er zitten zulke consequenties aan dat heel veel mensen daartegen aanhikken en het moeilijk vinden om die conclusie ook te omarmen. De andere is dat het niet alleen maar nodig is, maar ook mogelijk. Sinds het kapitalisme zijn er talloze revoluties geweest. En immense revoluties. Rusland 1905, 1917, Duitsland, Iran, Egypte recenter, Sudan. We leven in een tijd waarin revolutie actueel is. Dus het is zinnig om dat ook als je strategische horizon te nemen. Van dit is waar we politiek naartoe moeten werken en ons op voor moeten bereiden. Goed, concluderend, wat betekent dit allemaal? Ook voor wat we nu moeten doen. Vanuit ons internationale socialisten vinden we dat voor sociale beweging, ook voor de klimaatbeweging, het strategische doel arbeidersrevolutie, socialistische revolutie zou moeten zijn. Dat het perspectief is waar we naartoe moeten werken en ook ons handelen op aan moeten passen. Dat is een minderheidspositie. Het betekent niet dat je gewoon maar gaat wachten totdat het er is. Maar wel dat je het benoemt van dit is wat er nodig is. Nou ja, wat betekent dat? Ten eerste dat we onderdeel zijn van sociale strijd voor alle hervormingen die spelen, strijd die er is. Dat soort concessies wij zijn daar niet tegen, we zijn er tegen als einddoel. Wij zien concessies afdwingen en hervormingen als een middel tot een doel van revolutie.
Het is alleen wel belangrijk, dat is ook van hoe je daar dan in staat. Als het strijd om een concessie je einddoel is, betekent ook vaak, dat zie je bij een vakbeweging, maar ook wel bij NGO's, dat zodra er iets bereikt is, meteen de rem erop gaat, meteen beheersen. Dit is waar we naartoe houden. Dat het niet verder escaleert tot iets dat buiten de controle valt van de organisaties die misschien daar leiding in hebben genomen of dat hebben geïnitieerd. Daarom pleiten revolutionaire socialisten heel vaak voor iets dat we overgangseisen noemen. Dat zijn eigenlijk de soort van eisen die mogelijk zijn binnen het systeem, binnen het kapitalisme, maar wel een dusdanige sociale strijd vereisen en tegenstellingen en escalatie, dat ze over kunnen gaan in iets groters, in revolutionaire situaties. Dus hele grote krachtsverschuivingen tussen arbeid en kapitaal vereisen. Bijvoorbeeld nationaliseren zonder compensatie van al het fossiel kapitaal in Nederland. Alle energievoorzieningen in publieke handen. Dat is trouwens ook voor de zorg natuurlijk een eis. Gratis en goed openbaar vervoer. Heel veel mensen die dat zou vragen zouden zeggen, dat is redelijk. Maar als je zegt, oké, laten we ervoor gaan strijden, dan zal dat iets vereisen qua inzet en massaliteit, die alleen maar mogelijk is met een hele grote escalatie tot aan revolutionaire situatie vanwege wat er aan tegenreactie komt en dergelijke. Ik denk trouwens ook dat de eisen van Extinction Rebellion, rond die fossiele subsidie bijvoorbeeld, die potentie in zich hebben. Maar dan zou je wel moeten de koppeling moeten maken van die subsidies afschaffen en dat geld naar zorg en onderwijs. En dat je ook die sectoren erbij betrekt in het formuleren van dat soort eisen. Dan denk ik dat er een veel grotere massaliteit en dreiging vanuit kan gaan. Hetzelfde trouwens rond Tata Steel. Gaan we het straks over hebben. Heel complex om daar je goede positie uit te werken van omwonenden en werkers. Maar het moment dat je die banden met hen aan, zeg maar, opbouwt en een coalitie daar rond opbouwt, kan daar een perspectief rond ontwikkeld worden wat echt gaat om belangrijke delen voor ook een toekomstige economie zoals staalproductie in publieke handen krijgen. Verder betekent revolutionaire strategie dat we als beweging veel meer lessen gaan trekken en het debat onderling opzoeken. Juist ook om die eisen politieker te maken. En het hele punt trouwens dat klimaatstrijd is door en door politiek. Als het gaat om machtsverhouding, wat dus ook betekent helder zijn over wie je tegenstanders zijn, je bondgenoten, hoe je reageert op politierepressie of extreemrechts. Daar heb je een debat voor nodig en structuren om lessen te kunnen trekken. Dus dat is er nodig. En ik denk als laatste dat het nodig is dat anticapitalisten, waar ik denk dat er een heleboel van zijn, of die zichzelf zo zien, zich veel meer op die basis binnen de klimaatbeweging gaan organiseren. We hadden code rood en we hadden een soort van anticapitalistische pol in de klimaatbeweging. Die is er niet meer. Ik denk dat de internationale socialisten een beetje de enige zijn die actief als revolutionaire georganiseerd zijn binnen de beweging. En dat is veel te klein en veel te smal. Dus waar je dit hebt, als het gaat om de debat of posities rond anticapitalisme, zou dat veel explicieter rond georganiseerd moeten worden en dat doorberedeneerd wordt. Het komt veel te weinig van de grond. Dus ja, massaprotesten, burgerlijke ongehoorzaamheid zijn nodig voor systeemverandering, maar niet genoeg. We moeten ook de organisatorische en ideologische krachten opbouwen die zijn gericht zijn op een breuk met de kapitalistische staat. En ik denk dat dat niet een makkelijk perspectief is, maar wel een realistisch perspectief. En dat het alternatief voor uitsterving socialisme is. Oké. Hi iedereen, ik ben dus Pippi, zij haar. En even voor mijn beeld, wie is er wel eens op een XR-demo geweest? Ja, dat dacht ik al. Dus wat ga ik jullie eigenlijk nog vertellen wat jullie al niet wisten natuurlijk. Ook totale imposter syndroom hier gaande, maar ik ga toch wat zeggen. Ik ga het even hebben heel concreet over de drie fases die ik identificeer in Extinction Rebellion de afgelopen paar jaar. Moet ik hierin spreken? Ja, dit is te versterken. Oh, oké, cool. Horen jullie mij? Beter. Cool.
in dit weekend waarin we hitte allemaal hebben ervaren. En ook vandaag zullen we oversterfte ervaren in Nederland, omdat er ouderen overlijden aan de gevolgen van die hitte. Dat we allemaal de beelden hebben gezien van New York, waarin bosbranden van Canada totale apocalyptische context hebben gecreëerd. Kunnen we niet over, om dat klimaat heen, maar ik sluit helemaal aan bij Mayna, waar of wij gaan het kapitalisme omverwerpen, en ik zou zeggen het imperialistisch kapitalisme, of de klimaat gaat dat voor ons doen. En ik heb liever dat we dat zelf in de hand gaan houden. Dus hoe gaan we dat doen? Wat zijn de strategieën? Dan kom ik bij XR. De ervaring die ik heb, ik ben daar sinds begin 2019 actief, dus dat is het moment dat het naar Nederland kwam. Beweging uit de UK gekomen. En waar Code Rood ontzettend gave dingen heeft gedaan in Nederland, bracht XR toch wel iets nieuws. Namelijk het massale. En dat voegde er toe aan het burgerlijke ongehoorzamen. Waar Code Rood, misschien weten jullie veel meer van Code Rood vast dan ik zelf. Waar Code Rood kolenmijnen ging bezetten of op andere plekken buiten het publieke zichtveld zich plaatste. Ging Extinction Rebellion, burgerlijke ongehoorzaamheid toepassen in een stad, in een samenleving. En de disruptie was in die zin symbolischer, want het was niet een disruptie van het economische systeem wat we omver willen werpen, zeg maar. Maar het is een disruptie van de psyche, van de samenleving. En de tension die er is, de spanning die er in de samenleving is, heel zichtbaar maken. En totaal concreet tegenover elkaar gaan staan. Dus drie fases van XR ongeveer. Eerste is het jaar van corona, toen we net ontstonden. En daarin zit heel erg ontwikkelen. We gingen heel erg veel. We waren nog super klein. Heel veel internationale studenten. Dat was ook de kritiek. Maar goed, welke beweging komt er niet uit studenten? Dus oké. Grappige kritiek vind ik dat altijd. Maar prima. Logisch kritiek. Een hele groep nieuwe activisten die opeens zeiden, wij weten het veel beter. Een van de eerste acties was dat ze Greenpeace gingen bezetten in de UK. Wel met vegan cake. Van heel lief. Dankjewel van alles wat jullie ons hebben geleerd, maar wat jullie nu doen werkt niet. Het heeft geen zin. We stoten elke dag nog steeds meer CO2 uit. Elke dag creëren we nog meer ongelijkwaardigheid op deze wereld. En elke dag sterven er meer mensen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. Dus we moeten nieuwe tactieken gaan gebruiken. De petities tekenen, de marsen lopen, dat heeft allemaal geen zin. Zijn we later wel weer een heel klein beetje gaan doen uit solidariteitsoverwegingen. Maar in het begin plaatste XR zich heel erg los van iedereen, wat ook vet irritant was. Alle activisten die eigenlijk al heel lang bezig waren en opeens was daar XR, die het allemaal beter wist. Ik denk dat jullie dat zo hebben ervaren. En het stortte ook best wel snel weer in, want corona kwam om de hoek zetten en het waren nieuwe activisten die ook nog niet heel snel burnt-out waren geraakt en hadden begrepen hoeveel energie en tijd dat kost. Dus voor we het wisten zaten we in het tweede jaar. Dus het eerste jaar waren de nieuwe tactieken, de meeste biggest learning point. En het tweede jaar zaten we in corona en hebben we ons kunnen richten op onze structuur. Corona was totaal niet de groene transitie waarvan mensen zeiden dat het ging worden. Of de grote gelijkwaardigheids whatever. Natuurlijk ging dat niet komen. Liever had ik het niet gehad. En toch hebben we er met XR heel veel van kunnen leren. Want er zat heel veel rust in onze beweging. En toen Black Lives Matter het systeem, het toneel opknalde, was er ook heel veel rust in onze beweging. Waardoor we en onze structuren konden verbeteren, maar ook onze systeemanalyse. Waar we eerst heel sterk waren op een tactiek. Namelijk die burgerlijke ongehoorzaamheid. Hadden we eigenlijk nog geen systeemanalyse. En nog steeds is dat misschien de grote kritiek die je kan hebben op XR. Die heb ik ook zelf. Het is een hele grote worsteling. In het DNA van de beweging zit niet een anti-imperialistisch gedachtegoed, een anti-kapitalistisch gedachtegoed. En toch proberen we dat nu in elke training die we geven, in alle uitingen die we doen, te laden. We noemen het dan zelf het toxische systeem. Nou goed, daar kun je ook allemaal dingen over vinden. Dus structuur ingebouwd, decentralisatie, heel veel lokale groepen opgebouwd, duurzame relaties en netwerken. Waardoor we ook, ik denk niet zonder dat jaar waren we nu niet waar we nu zijn. Namelijk zo groot, zo massaal, zo zichtbaar en zo resilient, for lack of a better word. En ook omdat we wat achterliepen op misschien de XR-beweging in andere landen, zoals in de UK, hebben we ook kunnen leren van de fouten die zij hebben gemaakt. Waar XR in de UK heel snel op een metrostation is gesprongen en een metro heeft geblokkeerd waar werkers zeg maar, naar hun werk gingen in de spits. En een hele heftige backlash hebben gecreëerd, hebben wij kunnen zien, dat gaan we dus niet doen.
En ook hebben we andere fouten gemaakt in het begin, waarin we zeiden, police, we love you, we do this for your children. Ook dat hebben we heel snel weten af te leren. En dat is ook iets wat ik interessant vind aan XR. Het is wel een beweging die open staat voor het leren en kritiek. En dat zit wel in het DNA. Dus in de 10 kernwaarden en punten zit het uitdagen van jezelf en het kritisch reflecteren en blijven leren. En doet dat ook heel openlijk. Dus als we een fout maken, dan zullen we de volgende dag dat benoemen, denk ik. Maar misschien ook niet. Dus dat was het tweede jaar. Waren we steady, corona was voorbij. Toen konden we het derde jaar ook in. En dat is waar we misschien nu zijn, of bijna het vierde jaar, waarin we ontzettend zijn gegroeid. En waarin we hebben gekozen weg van de grote soort van vage eisen die XR heeft. 1. Wees eerlijk. 2. Doe wat nodig is. 3. Laat burgers beslissen met een 0 eronder. Dat is namelijk klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Zijn we ons gaan richten meer op campagnes. En zijn we binnen die eisen specifieke dingen gaan uitlichten. En dan wil ik een quote voorlezen, want dat is totaal niet pretentieus, van Martin Luther King. Die zei ook, voordat zij met hun Birmingham en de busboycotts kwamen, en al, waar je de beweging van kent, de Civil Rights Movement, hebben zij ook een aantal jaren best wel lopen zoeken, heel veel campagnes opgestart of protesten begonnen. Het ging dan over racisme, maar ja, wat dan precies en hoe momentum te creëren, lukte ze nog niet. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd. En hij schreef, the mistake I made there was to protest against segregation generally, rather than against a single distinct facet of it. Our protest was so vague that we got nothing, and the people were left very depressed and in despair. Basically, dat je kan wel hele mooie eisen hebben en daar kun je een campagnes, of daar kun je een beweging omheen bouwen. Daar krijg je een clubje mensen voor bij elkaar. Maar krijg je daar echt de massa voor op de been? Ik denk dat we bij XR hebben geleerd dat dat niet helemaal waar is, inderdaad. Zodra we zeiden fossiele subsidies, toen gingen de aantallen groeien. Zodra we Schiphol op zijn gelopen en gezegd private jets, daar zijn we tegen. Toen ging de beweging groeien. Maar dat houdt niet weg dat je ook een systeemanalyse moet hebben. Natuurlijk voedt het een het ander. En daar kan XR nog steeds ook het meeste in blijven leren. Dus dat even over die 3 jaar en de lessen die ik daar ook van heb geleerd. En waar ik dan nu zelf sta, is dat wat ik vet vind aan XR, dat het een duidelijke theorie van verandering heeft. Het zegt nog steeds de disruptie aan het systeem toebrengen, psychologisch. Niet per se, ik ga in de bus zitten en deze wet doorbreek ik door zeg maar voorin te gaan zitten waar ik niet mag zitten. Wij gaan op de weg staan, dat is niet een directe impact op de fossiele industrie, het is vrij symbolisch. Maar toch is het disruptie van een bepaald level. En dat heeft een duidelijke theorie van verandering die ik mis bij veel andere bewegingen. Hoe wil je dat mensen mee gaan doen? Wat moeten ze doen? En wat voor een effect heeft dat op het systeem? Wat ik ook nog wel mis daarin is dus die bredere analyse. En ik denk dat XR dat niet alleen kan. En dat we dus op zoek moeten naar een gedeelde theorie van verandering met andere bewegingen bij elkaar. Want alleen het klimaatangle is niets. Want dat ging over veel meer. Een gedeelde theorie van verandering en een gedeeld boek aan strategieën en tactieken. Die niet alleen moeten gaan over het burgerlijk ongehoorzamen, maar ook wat Myna zegt, binnen het systeem kunnen afspelen om solidariteit te bouwen. Je kan best petities met elkaar gaan tekenen en schrijven, omdat je daarmee vertrouwen opbouwt. Je leert elkaar kennen. En dan kun je dat brengen naar een ander level. We missen natuurlijk nog het ecosabotage, maar we doen wel veel van het spectrum hebben we nu te pakken. Maar we missen nog wat segmenten, dus vul vooral. Identify the gaps and fill them. Ik blijf nog even bij het burgerlijk ongehoorzamen. Maar gedeelde theorie van verandering en een gedeelde zichtbaarheid van verschillende groepen die naast elkaar staan. En dan wil ik misschien nog even pluggen een initiatief wat speelt van Kick-Out Zwarte Piet, Toekomstboeren, Extinction Rebellion, Fossielvrij, Stem op een Vrouw, verschillende, en et cetera, et cetera. Verschillende progressieve grassroots bewegingen die bij elkaar komen en zeggen, we hebben een paar jaar voor de 2025 verkiezingen. Dit loopt nu al een jaar. En eigenlijk moeten we voor die tijd, dit is een wel wat jij noemt een overgangseisenpakket aan het opstellen. Het is niet, het is binnen het systeem. Het is een druk op de politieke verkiezingen gaan opbouwen. Maar om in 2025 links-links te krijgen, links aan de macht te krijgen en links schatplichtig te houden aan de beweging. En in dat proces en daar naartoe werken, gedeelde zichtbaarheid en vertrouwen opbouwen met elkaar. De gesprekken aangaan over waar moet het nou eigenlijk over gaan. Wat ook Myna zei.
het debat onderling moet gehouden worden. Maar daarbij moeten we ook samen op straat gaan staan en weg uit de conferentiezalen, hoe gezellig het hier ook is. Maar we kunnen wel blijven praten. Dus we moeten ook dingen gaan proberen. En ook dat is een les die ik wil meegeven uit XR. Je kan best fouten maken. Als je perfect wil gaan zijn, dan kom je ook nergens. Dus de straten op, elkaar leren kennen en blijven reflecteren. En als jullie meer willen weten over de 2025-coalitie gebeuren, we doen elke 2 weken nu een open call. Dus op woensdagavond is de volgende. En er is een gedeeld manifest geschreven en er komt een lancering aan en al die dingen. Maar goed, daar wil ik het even bij laten. 2025. We kunnen het zo nog misschien over hebben als dat mensen dat willen.